coach Van Wijk. We staan hier naar de wedstrijd Boussoudour-Antwerp. Het is geëindigd op een 0-0 gelijk spel, maar in tegenstelling tot de bekerwedstrijd hier in augustus leken wij nog te gaan scoren op het einde. Ja, ik vond ons ook wat dat betreft de betere ploeg. Ik vond ons beter voetballen. Er waren eigenlijk weinig kansen in de hele wedstrijd. Wat halve kansjes. Het grootste kans was nog van Dom, het schot, dat nog geblokkeerd werd door onze eigen speler. Daarna had Dom nog een halve kans, die had hij eigenlijk voor moeten geven, stond twee man voor de goal. Maar een gesloten wedstrijd, veel middenveldspel, veel lange ballen van de tegenstander, tweede bal oppikken of verliezen en dan onder druk of de aanval opzetten. Heel rommelig, maar ik vond dat wij bij vlagen wel goed speelden, flanken goed benutten, bij ons heel goed, hele goede prestatie geleverd. Zone van de waarheid, ja oké, de bal viel niet goed. En ook, ja, we waren niet echt zo scherp, maar ja, oké, dat is dan toch een euvel dat we toch een tijdje hebben. We zijn toch eerst zelfs ook een keer of 5-6 in de 16 meter van de tegenstander geweest. Ja, dan moeten we er toch iets meer mee doen. Ja, wat is eigenlijk het geheim van Boussoudour? Want jij als tweede klasse, in jouw periode in tweede klasse, hebt hier ook al vaak komen spelen. Wij met Antwerpen zijn er al vaak komen spelen. Het is altijd bikkelen en altijd ja, weinig doelkans. Ja, de Waalse ploegen over het algemeen zijn redelijk verdedigend ingesteld. Tubiërs krijgen volgende week, ja, je gaat daar niet zien wat, je gaat niet geloven wat je gaat zien. 8 man, 9 man achter de bal. En een goede organisatie en dan banken op 1 of 2 goede spitsen. Tubiërs, Onana, hier Koffi, Ojiji. Het is toch over het algemeen een beetje veel jongens die verleden jaar al gespeeld hebben. Dus automatisme zit er wel in. Ja, er is altijd wel op het randje dat gespeeld wordt. Een knokkersploeg en dat is Boussoudour altijd geweest. Dat is Charleroi ook wel, dat is Mons ook wel, dat is Tubize. Dus ja, dat is de manier waarop ze spelen. En dan hopen dat een van de twee spitsen het gaat doen. Nou, vandaag hebben ze het niet gedaan. Maar het zijn altijd hele moeilijke wedstrijden, vooral hier. Over het klassement gesproken dan. Alles staat nog op een zakdoek. We hebben de uitslagen van vandaag nog niet doorgekregen. Maar voor vandaag stond ja alles leider met 16 punten, wij op 12. Dus alles kan nog voor de eerste periode? Ja, wij hebben er nu 13, hè? Ja. En de leiders hebben er 16 en Aalst heeft gewonnen. Voor ons wordt het moeilijk, omdat wij ze alle twee moeten winnen. En dan mag Woluwe of Boussoudour geen één winnen. Dus dat betekent dat alle matsen meer of min gelijk moeten eindigen. En wij moeten twee keer winnen, willen we een kans maken. Dus er staan te veel ploegen tussen ons in en de eerste. Dus het wordt heel moeilijk. Maar vandaag moeten we winnen. En ja, dat hebben we nagelaten. Maar al vind ik toch dat we een relatief goede wedstrijd gespeeld hebben. Goede spirit, vechtlust. Gevochten voor elke morsel grond. En dat is toch het belangrijkste. En we hebben vandaag al op momenten toch wat beter gevoetbald. Ja, dat kan in principe alleen maar beter. Dus we zijn wel de goede weg op. Weer niet verloren. Dat ook wel iets is, alleen iets te veel drouwtjes.